Valkenburg aan de Geul, met Maarten Tjalingi aan de voet, bij de gemeentegrot, Maarten. Waaraan denk je als je denkt aan Valkenburg? Ja, we zitten hier nog met de racefiets. Amsterdam Gold Race natuurlijk, dat is de allerbelangrijkste. Vroeger de finale, tegenwoordig volgens mij meer gewoon een sloper. Zoals al die klimmetjes hier in Limburg, maar ook aan een van de mooiste mountainbike wedstrijden die ik ooit gereden heb. In de regen, Valkenburg. Ik denk dat ik halverwege de wedstrijd al geen remmen meer had. Er met schijfremmen blokjes op. Dus er was hier op de Kouwberg ook die mountainbike wedstrijd? Ja, 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 ja. Ik weet niet precies of het de Kouwberg was, maar of die daarnaast. Maar in ieder geval, dit was het strijdtoneel van een van de mooiste mountainbike wedstrijden die ik ooit gereden heb. En een koers, want de Kouwberg zit in heel wat wedstrijden. Wereldkampioenschappen, ja. Amstel natuurlijk. Ja. Bing Bang Tour, dus ja. Die Kouwberg wordt heel veel aangedaan. Absoluut. Alleen maar goede herinneringen? Alleen maar goede herinneringen. Was het een renner? Ik begin nu te twijfelen. Nee. Nee, ja. Kijk, het is natuurlijk gewoon een beest van een berg. Met een super steile stukken. Waar je, als je toch al een beetje je benen voelt, je de genadeslag kan krijgen of kan uitdelen. Want dat is natuurlijk twee kanten op. Als je hem fris oprijdt natuurlijk, is het helemaal anders dan in koers. Hè? Absoluut. 12% heb ik daarnet gelezen op de fiche, maximaal. 7% gemiddeld en 900 meter lang. Laat ons eraan beginnen. Let's do it. All right. Die Amstel, als je weet dat nog die Kouwberg er ligt, ja, dan die finale wordt dan helemaal daarnaar gevormd natuurlijk. Hè? Ja, nee, ja, iedereen wacht tot het laatste moment om dan het verschil te kunnen maken. En dat was natuurlijk ook zo. Dan kon je ook het werkelijke verschil maken op die laatste klim. Ik vond het altijd wel jammer, want daardoor had je de hele koers heel nerveus en afwachtend. Terwijl, ik hou wel van koers. Ik hou wel van actie tijdens de wedstrijd. En je wist ook, het cruciaal om als eerste die afdaling Valkenburg in, ja. Van voren daar, die eerste bocht door te gaan hier. Die bocht naar links hier. Precies, en dan weer wachten. Want ja, het venijn zit hem in de staart in deze klim. En wat was jouw rol meestal in al die ploegen als je de Amsterdam Gold Race reed? 180 kilometer het windscherm zijn voor de hele ploeg. En speciaal natuurlijk voor de kopman. Meestal was de Kruisberg voor mij altijd een soort van mikpunt van oké, tot daar moet ik mijn werk doen en dan kan ik... En als je een supergoede dag had, kon je verder mee. Precies, dan ging je nog kijken of je... Maar ik had dan altijd al Roubaix in de benen. Hè? Dat was niet altijd het beste hoor. Want met Kasseien in de benen is klimmen niet zo leuk. Je kende de route wel hier natuurlijk. Ja, zeker. Ik heb hem 5 keer gereden. Dus, en hier weet je het. Dit is het stijlste stuk van de klim. Je ziet de top al. Dit is zo'n mentaal dingetje. Hier wordt er gedemareerd? Hier wordt er gedemareerd, precies. Dit is het moment waarbij je dan de tak, tak, tak ziet. Ja. Zo'n rennersgrap is dat, hè? Hij doet niks, het was de fiets. Hier worden dus wereldkampioenen gecreëerd. Absoluut. Ja, en hier wordt historie geschreven. Hier worden kampioenen gekweekt. Hè. Niet eens wereldkampioenen, maar gewoon ook. Als je de Amstel op je palmares kan bijschrijven, ja, dan tel je als klassieke renner. Kouwberg. Top dat Kouwberg. Dat was hem. Dat is een top Kouwberg. Ja. Het is ook een top Kouwberg. Ja, top berg. Iconische klim. Wel een quizje. Wie werd hier wereldkampioen? In ieder geval Philippe Gilbert. En dat heb ik meegemaakt. Dus dat zal je een beetje helpen. Zeg het eens. 1938, een Belg, een Vlaming, Marcel Kind. 1948, de Flandrien, Driek Schotten. Kijk. 1979, een Nederlander. Gebrilde Nederlander. Kneteman. Je hebt er nog een andere. Nog zelfs een grote man. Jan Jansen? Nee, bij Rabobank. Ah,
Maarten. Jan. Raas. Fantastisch. Jan 1998, tuurlijk. In zeer slechte omstandigheden, ook een wereldkampioenschap. Outsider. Dat is voor mijn tijd. Oscar Kamenzind. Oh, natuurlijk, ja. Laat me tegenkomen. Die is zo groot geworden. En 2012 inderdaad, Philippe Gilbert. Inderdaad. Rijke geschiedenis. Die ik ben blij om gedaan te hebben samen met jou. En we gaan naar de volgende. Ik ben ook blij dat die gedaan is.